Christa, je bent net uitgeroepen tot winnaar van het beste spirituele boek van het jaar. Ja. Heel, had je dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Snap je wel de nominatie en de link met spiritualiteit? Ja, omdat het wel heel erg zoekt wat kan religie en ook spiritualiteit bieden. Op momenten dat je eigenlijk zelf niet goed weet hoe je verder moet. En, het gaat over, kijk, ik heb het boek geschreven toen ik zelf in een burn-out zat. Mijn dochter had een kindje van 3 toen. En ik zat heel veel met hem in de speeltuin, want verder kon ik eigenlijk niks. Of ik ging met hem naar het Nijntje Museum. Dus ik heb gewoon letterlijk heel veel zitten kijken naar hoe dat kind speelt. En niet alleen naar hem, maar ook naar andere kinderen. En toen het weer wat beter met me ging, ben ik ook filosofie over spel en spelen gaan lezen. En daar zag ik de verbinding. Dat ik dacht van, we zouden dat speelse, zoals je dat als kind heel graag doet. En later, ja, ik ben het in ieder geval kwijtgeraakt. En ik denk met mij veel volwassenen. Weer meer terug moeten hebben in ons bestaan. Het is niet alleen dat we gaan met z'n allen spelen in de speeltuin. Maar dat zou een beetje een absurde oproep zijn natuurlijk. Maar het is wel probeer iets van dat spelende vermogen terug te vinden. Door naar kunst te kijken, naar kinderen te kijken, naar muziek te luisteren. Creativiteit gaat het ook over. Creativiteit, verbeelding. En daar wil je dan ook nog een prijs mee. Ja, dat gefeliciteerd. Is dat toch ook heel leuk, hè? Ja, dankjewel.